Het huis van de moeder van rapper Biggie Dagu werd een week geleden beschoten. Moeder Mariska ontkwam net aan de kogels en is op dit moment ondergedoken. Ze bezoekt voor het eerst na het incident de inmiddels afgesloten woning. Ik merk wel dat de sfeer hier echt gespannen is. Het voelt anders. Ik zat gewoon precies tussen die gaten. Dus ik zat er gewoon precies tussenin. Dus ik had ook dood kunnen zijn nu. Dus ik ben ook heel erg dankbaar dat ik nog leef. Ik kon niet slapen. Dus ik dacht, ga lekker een film kijken. Ik maak een lekkere kopje thee. En een spannende film opzetten. Ik ga zitten op de bank. En net hoe ik voorover bukt om een slokje van mijn thee te drinken, hoor ik ineens hele harde knallen achter me. Ik voelde op mijn schouders glasscherpen, sponken, keiharde geluid. Dus ik, uit schrik, viel gelijk op de grond. Toen kwam de politie binnen 5 minuten. Mijn woning binnen. Ik mocht mijn woning niet meer in. Ja, ik kan gewoon niet in mijn huis. Het is klaar hier in Holendrecht. Het was me wel duidelijk dat het, voor mijn zoon een boodschap was. Ja. De aanleiding van de schoten waren een waarschuwing voor haar zoon, die onder de rapnaam Biggie Dagu gangstermuziek maakt. Voor mij is het entertainment, want in de buitenwereld is Denzel gewoon een jongetje, voor mij. Denzel rapt een beetje gangstermuziek en zo. En ik zeg altijd tegen Denzel, alles wat je rapt komt uit. Weet wat je rapt. Ja, dan sta je dan voor je deur om toe te kijken hoe mijn huis is afgesloten. En ja, dat ik gewoon op gruwelijke wijze mijn huis ben kwijtgeraakt gewoon. En ja, ik kan gewoon niet in mijn huis. Ik heb gewoon zulke leuke buren die er gewoon altijd voor me waren. En ja, die ben ik gewoon kwijt. En ik schaam me ook tegenover hun. Want het is het laatste wat ik hun aan wou doen. Maar er is een lichtpunt voor Mariska. Gelukkig heb ik een bericht binnengekregen dat ik een nieuwe woning krijg. Dus dat stelt dan weer gerust, heel erg. Misschien is het tijd voor een nieuw leven. Het kan ook zijn dat ik weer uit de Bijlmer weg moet gaan. Dat het gewoon mijn tijd is geweest. En ja, misschien moet ik gewoon mijn leven opnieuw oppakken in een andere buurt.